David Botton, dat is mijn naam. Toen ik ongeveer 10 maanden oud was, stuurde mijn moeder me naar mijn tante in Holland. De reden daarvoor was dat ze uitgezonden werd naar Joegoslavië. Tenminste, dat is wat mijn tante mij dan beweerde. Mijn tante was niet bepaald een engeltje. Ik werd verwaarloosd, biologisch opgevoed en op mijn 18e verjaardag het huis uitgezet. Daar zit ik dan, met 50 euro en mijn laatste paar sigaren. Wat kan mij blij maken in zo'n situatie? Wat ik denk dat mij blij gaat maken, het instrument dat mij altijd geholpen heeft, de trompet. En weet je wat ik ook gelijk doe? Een biertje uit de kroeg. Well, 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 well. Zo, wonen we nog een hondje? Zeker. Hetzelfde recept? Ja, laten we doen. Ja, lekker. Ja. Achter de bar staat Henk, die de vaste klanten altijd trouw bedient. Ja, een dubbele, want er zit niet mee vandaag. Door de pannen, jongen. Oké. Hey, Gouter. Goeiedag. Jij ziet er dorstig uit. Ja, doe maar een pilsje. Een pilsje. Dat kan. Zo, jongen. Ijskoud hier. Boze, ga je altijd mee naar de kroeg? Kom maar even gezellig bij zitten, man. Ja, speel voor een rondje mee. Denken deze kroegtijgers nou echt dat ik mijn laatste geld ga vergokken? Ja, is goed. Oké, dit zijn mijn tegenstanders. Diego, als je iets nodig hebt, moet je bij hem zijn. Schuin tegenover mij zit Benny Bedrog. Hij heeft zijn eigen boekenwinkel aan de Groenendaal. De laatste aan de tafel is Pieter Jan, enigste kindje van de burgemeester en staat bekend om zijn kookkunsten. Tuurlijk man. Oh, lekker man. Lekker, heerlijk. Kijk eens jongen. Voor jou heen. Yes. Mannen, succes. Mannen. Proost. Gaan ervoor. Proost. Beste. Zo. Nou, dat ziet er best wel uit. Ik ga het toch proberen. Ik ga alweer in jongens. Daar gaat het wel in. Ik ga mee. Komt er wat van, Ben? Ga je nog inzetten? Ja, dat is niet veel meer. En nu? Nee, dat gaat niet lukken zo, denk ik. Zonder geld kun je niet meedoen. Zo. Ben je niet goed, Ben? Weet je wel zeker? Benny, kerel, waar ben je nou mee bezig? 2 zessen en 3 zevens. Ik weet genoeg. Hey joh, David heb hem.
Nee. Dat kan niet. Komt aanschuiven en gaat er met de pot vandoor. En met mijn auto. Ben ik er nou niet eens naar huis? Je brengt het toch wel even thuis, zeker? Wat had ik een mazzel. In één klap rijk. Oké, even een korte samenvatting. Ik heb dus een smak geld, een bus en een droom. Dit moet goed komen. Ik stortte mij volledig in het trompetspelen. Ik leerde de noten en de fijne kneepjes van het vak. Harmonie, eenzaam, maar vol met volume. Niet meer alleen, door de klanken van vreugde. I'm on my way to Tennessee. The sounds of Nashville are calling me. As I ride, I hum the song, the one I wrote since I left home. The sounds of Nashville are calling me. Mr. Five Train Picker, keep your banjo strung. Fiddle player, rolls them up your bowl. I got a pocket full of songs just awaiting to be sung on the Grand Ole Opry show. Oh, oh, here I come, I'm on my way to Music City, USA. The sounds of Nashville are calling me.
Ik heb eindelijk plek voor geluk in mijn leven. Na zo'n leeg en liefdeloos bestaan. Een moeder die niet van mij hield. Een tante die mij ongewild opvoedde en uiteindelijk op straat zette.